bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe Goodiebox unboxing. Voor de mensen die Goodiebox niet kennen, Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een box krijgt ter waarde van minimaal 80 euro met minimaal 5 beauty producten erin voor slechts 25 euro in de maand. Elke maand ontvang ik de box en unbox ik hem hier samen met jullie en dan gaan we met z'n allen bekijken wat erin zit en ik ga ook gewoon gelijk aanbrengen wat ik kan aanbrengen en dan kunnen we gewoon gelijk zien wat we ervan vinden. Het zijn dus altijd beauty producten, skincare, make-up, haarproducten, accessoires, alles wat te maken heeft met beauty. Als je al bent aangemeld, kunnen we samen unboxen. Als je graag wilt abonneren, beneden in de beschrijving staat een linkje en dan kun je gewoon makkelijk abonneren. Het is maandelijks opzegbaar. Dus mocht je het toch niks vinden, ja, dan is het gewoon makkelijk op te zeggen. Het is slechts 25 euro. Ik vind het persoonlijk waard, want je krijgt echt altijd hele leuke producten met een hogere waarde dan dat je betaalt. Dus ik ben weer heel enthousiast over de box en ik kan niet wachten om het te gaan gebruiken. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Ik zal eerst eventjes snel vertellen wat ik op mijn lippen heb, want dat vraagt altijd iedereen. Ik heb een lippot, loodje en mat liquid lipstick op van Naked. Allebei in de kleur Luna. Dit is ook echt een match samen. Ik heb een hele video gemaakt over de hele collectie. Mocht je hem hebben gemist, ik zou het zeker bekijken, want het zijn echt hele leuke producten. En dit is de lipset die ik toen had besteld. Echt een hele mooie nude kleur. Oké, jongens, dit is dan de box. Ik vind de kleur echt geweldig. Zo mooi taupe, zo bruin taupe-achtig. Echt helemaal mijn ding. En dit zijn dan alle producten die erin zitten. Elke maand ontvangen we ook een mail erbij met alle producten, prijzen, informatie, etc. Ik heb die mail weer niet ontvangen. En ik heb al een week gewacht en de video moet gewoon echt online nu. Dus ja, ik heb helaas die mail niet, dus ik weet de prijzen niet, etc. Maar ik ga er gewoon het beste van maken. Ik ga beginnen met het eerste product. En dat is al gelijk een van de leukste. Want het is make-up. Van Tease Cosmetics heb ik de Crave Lip Gloss. En ik heb hem in de kleur Beautiful Bad Habit. Een hele mooie nude kleur. Oké, dit is dan de verpakking. Ben ik niet zo'n fan van. Zo blauw, oranje vind ik niet zo mooi. Maar de gloss op zich is wel echt heel mooi. Dit is dan hoe die eruit ziet. En ik vind het echt een hele, hele mooie kleur. Het is wel echt een hele mini, mini applicator. Ik ga stuk. Ik ga hem even swatchen op mijn hand. Hij is best wel glitterig. Kijk, dit is hem dan, de kleur hier. Zoals je kunt zien, best wel glitterig. Maar dat vind ik op zich wel mooi. Ik ga hem gewoon hierop aanbrengen. Dit is een matte liquid lipstick, dus een ideale basis. Oeh, heel mooi glitterig. Ik vind hem wel echt veel te klein. Dit ding hieronder is echt super groot. En dan is het hier zo mini. Dat vind ik wel iets minder, maar goed. Wow, de kleur is echt heel mooi. Matcht ook heel mooi met deze lipstick. Wauw, hij voelt ook zo lekker dikkig aan. I love it. Wow, ik vind hem nog beter dan dat ik had verwacht. Echt super mooi zo met die kleur eronder. En het staat perfect met heel deze look. Amazing. Deze gloss ben ik echt heel blij mee. I love it. Ondanks de beetje vervelende verpakking. Maar goed, hij gaat ook niet makkelijk dicht. Next up is voor het lichaam. Van Terre de Mar heb ik hier de Imminence Body Nourishing Milk. Dit is dus een body lotion. We krijgen 100 ml, is een goede hoeveelheid. Er staat dat het hydrateert, dat er olive fruit oil in zit, shea butter, etc. En je kunt hem gebruiken voor je hele lichaam en dan met name de droge plekken. Ik ga het gewoon een beetje zo hier aanbrengen op mijn handen en mijn onderarmen. Dit ding zit zo strak, oh my goodness. Ik ben benieuwd, hopelijk ruikt hij lekker. Oké, hij is gewoon zo wittig. Hij ruikt niet echt lekker. Oh mijn god, er kwam een beetje op mijn neus. Ik ga stuk. Dit is niet echt een geur waar ik van hou, jongens. Nee. Oh nee, ik vind de geur echt vreselijk. Ik weet niet hoe ik de geur moet omschrijven. Maar het is niet echt een hele lekkere, fruitige of snoepjesachtige geur of zo. Het is kaneel of zo. Nee, dit is absoluut niet een geur waar ik van hou. Ik vind wel dat hij gewoon lekker snel intrekt en ook lekker glowy maakt. Mijn huid is nou echt heel mooi glowy. Dat vind ik wel mooi. Maar die geur, even serieus. Misschien dat erop staat wat voor geur dit is. Alles is ook zo in het Frans. Oké, nee, ik zie niet echt erop staan wat voor geur dit is. Ik vind hem wel fijn. Hij maakt mijn huid zo heel mooi glowy. Maar wel ook een beetje stroef of zo. Dat vind ik weer niks. En de geur vind ik ook niks. Dus ondanks dat mijn huid er wel goed uitziet, vind ik niet fijn dat hij zo stroef voelt. En de geur nogmaals ook echt helemaal niks. Het volgende is weer make-up. Van Kinder Beauty heb ik hier de Calm Kind Mist Hydrating Setting Mist.
Ik vind het er echt heel mooi uitzien. Zo'n mooie mintgroen. Dat vind ik echt heel mooi. Dit moet je gezicht dus hydrateren. Je moet hem schudden. Het staat erop. Je kunt het aanbrengen voor of na je make-up. Nou ga ik het dus doen na mijn make-up. En het geeft een hele mooie glowy finish. En het refresht ook echt. Dus ook als je je make-up een aantal uur al op hebt. Om het een beetje te refreshen is dit ook heel handig. Oké, ik ga een beetje sprayen. Ik hoop dat hij fijn sprayt. Wow. Heerlijke spray. Echt een heerlijke spray. Ook de geur is echt heel lekker. Ik zie ook nu een hele mooie glans over mijn gezicht. Terwijl mijn gezicht is nou best wel mat. Ik heb veel matte producten gebruikt. I like it. Ook echt die geur is echt amazing. En hij is ook niet al te groot. Dus ideaal voor mee in je tas. Ik denk dat dit wel echt iets is wat ik zou meebrengen om gewoon te refreshen en zo. Ook cruelty free en vegan. Die geur is ook echt fantastisch. Maar niet te heftig, you know. Even een beetje laten inwerken. Ja, heel fijn. Hier ben ik heel blij mee. Next stap iets voor de haren. Van Gold heb ik de Texturizing Spray Wax. Wij hebben al zoiets gehad afgelopen box. Dat was ook een spray van hun. Dit was de 10-in-1 spray. En nou hebben we de Texturing Spray. Die geeft dus textuur aan je haar als je je dun dood haar hebt. Dus van het hele dunne platte haar wat niet echt volume heeft of textuur heeft. Dan is dit heel handig. Als mijn haar iets heeft is het textuur. Ik heb krullen, ik heb dik haar, ik heb veel haar, ik heb lang haar. Dus dit is niet echt een spray die is gericht op mijn soort haar. Heb jij nou dun levenloos haar en heb je hem al gebruikt? Laat ons beneden in de reacties weten wat je ervan vindt. Want ik kan dit niet echt gebruiken. Sowieso is mijn haar nu vast. Maar ik heb geen slap haar. Dus ja, dit is niet echt gericht op mij. Maar ja, ik ben wel benieuwd of dit goed gaat zijn. Alles wat ik niet gebruik, maak ik iemand anders blij mee. Ik vond die andere spray van hun wel fijn. Dus ja, ik ben heel benieuwd hiernaar. En dan last but not least, skincare. Van eCooking heb ik de Vitamin C Serum. Elke keer zeg ik het weer. eCooking is een van de beste skincare merken out there. Ik vind het echt een super fijn merk. Ik moet wel zeggen, ik ben een beetje klaar met alle serums. Elke box weer krijgen we ze. Ik heb er nou echt zoveel. Ik wil hem vandaar ook niet gebruiken. Ik ga iemand anders hier blij mee maken. Want ik heb er nou onderhand al zoveel. Het is gewoon echt too much. Maar ik weet zeker, dit is gewoon echt een goed product. Tot nu toe, alles wat ik van hun heb gehad, is gewoon echt super duper goed. Ook weer van dit. Als je hem al hebt gebruikt, laat ons beneden in de reacties weten wat je ervan vond. Vitamine C is echt heel heel goed voor je huid. Dus dat is echt top. Er staat dat het je huid weer lekker laat stralen. En het is niet geschikt voor de gevoelige huid. Dat moet je ook echt weten. Want als je dat hebt, dan zou ik hem niet gebruiken. Oké, dat was het dan. Hij is leeg. Dit was dan de box van februari. Wat vonden we ervan? Ik ben vooral enthousiast over de twee make-upjes. We ontvangen niet heel vaak make-up. Dus het maakt me altijd heel enthousiast. En vooral omdat ik ze ook gewoon echt allebei goed vind. De gloss heel mooi glitterig. En de spray is echt super fijn op je gezicht. I love it. Bodycreme vind ik te stroef en de geur niet goed. En de andere twee producten ga ik iemand anders blij meemaken. Maar nogmaals, mocht je ze gebruiken, laat ons weten wat je ervan vond. Al met al wel gewoon weer een goede box. I love it. Ik vind dit ook echt een goede manier om producten te gebruiken die je misschien niet zo 1, 2, 3 zou halen. Dus I love it. Let me know wat jullie er weer van vonden beneden in de reacties. En als je wilt abonneren, er staat een linkje beneden in de beschrijving. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld om te bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!